Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Helden uit de Bijbel. En we gaan het dit keer hebben over Jefta. Jefta, ook een van de personen die vermeld staat in Hebreeën 11, de geloofsgetuige. Hij wordt ook in dat rijtje genoemd. En Jefta leefde in de Richterentijd. We lezen zijn geschiedenis in Richteren 10 vers 6 tot en met Richteren hoofdstuk 12. Net als de vorige aflevering, toen we het over Gideon hadden, leefde Jefta ook in de Richterentijd. Er waren geen koningen in Israël en het volk deed eigenlijk wat het goed vond. Het waren verwarrende tijden. Er waren tijden van voorspoed, dat het volk deed wat God van hen vroeg en dan ging het allemaal goed. Maar er waren ook tijden van onrust, van verdrukking, van oorlog, als ze de afgoden gingen nalopen en niet deden wat God van ze vroeg. En Jefta leefde in die tijd. En we lezen in Richteren 10 dat het volk van Israël eigenlijk overlopen wordt door de Ammonieten. En 18 jaar lang worden ze overlopen door de Ammonieten. En het is een slechte tijd voor ze. Het is een moeilijke tijd voor ze. En op een gegeven moment schreeuwen ze het uit naar God en ze roepen tegen God, help ons. Nou, dat komt ons ook bekend voor, want dat hebben we bij Gideon ook al gelezen. Er schijnt toch altijd een moment te zijn dat het volk ziet dat ze God nodig hebben. Ik ben ervan overtuigd dat die momenten ook in ons leven voorkomen. Dat we zien dat we God nodig hebben. Vaak denken we dat het wel zonder God kunnen, maar als we eenmaal iets van God hebben geproefd en Israël was het volk van God en wij zijn het, de kinderen van God, dan weten we dat als er moeilijkheden zijn, dat we bij hem mogen komen. En daarom geloof ik ook dat broeders en zusters die eens geloofden in de Heer en die het geloof hebben weggedaan, die niks meer met God te maken willen hebben, dat er een moment in hun leven zal komen dat ze zeggen, wij gaan roepen naar God. En we zien dat dit nu dus daar in die tijd van Jefta ook gebeurt. Ze roepen naar God en in eerste instantie zegt God nog van, even populaire woorden, bekijk het eventjes. Jullie hebben toch gekozen voor je afgoden. Jullie wilden mij toch niet meer hebben. Je hebt mij aan de kant gezet. Nou, zoek het uit met je afgoden. Ga je afgoden aanroepen en kijk of die je willen verlossen. En het volk is ten einde raad. En dan lezen we in Richteren 10, vers 15 en 16. En ik lees uit de NBG-vertaling. Toen zeiden de Israëlieten tot de Heer, wij hebben gezondigd. Doe met ons al wat u goeddunkt, maar red ons toch deze keer. En zij verwijderden de vreemde goden uit hun midden en dienden de Heere. Toen kon hij Israëls ellende niet langer aanzien. God is geen God die zijn volk laat zitten. Nee, als wij naar hem roepen, dan komt hij. En we zien hier ook weer afgoden uit je leven wegdoen. Wat is dat belangrijk? Als je de afgoden uit je leven wegdoet, dan komt er ruimte voor God. Dan komt er ruimte voor de overwinning. Maar zolang wij die afgoden krampachtig vasthouden, dan kan God daar niet meer bij komen. Dus het is het eerste wat we moeten doen. Roepen naar God en onze afgoden wegdoen uit ons leven. En God wil ze de overwinning geven. En God werkt dan altijd door mensen heen. En in dit verhaal werkt hij door Jefta heen. En in hoofdstuk 11 begint de geschiedenis van Jefta. En het is heel bijzonder wat wij daar lezen in hoofdstuk 11 vers 1. Daar staat, de Gileadiet Jefta was een dappere held, maar hij was de zoon van een hoer. Gilead had Jefta verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. Toen de zonen van deze vrouw volwassen waren, stootte zij Jefta uit en zeide tot hem, gij krijgt geen erfdeel in onze familie, want gij zijt de zoon van een andere vrouw. Daarop vluchtte Jefta van zijn broeders weg om te wonen in het land Top, waar zich lichtzinnige mannen om hem verzamelden, die er met hem op uittrokken. Nou, dat is bijzonder wat hier verteld wordt. Er wordt verteld dat Jefta de zoon van een hoer is. Nou, ik weet niet of ze in die tijd de privacywetgeving al hadden. Ik denk het niet. Maar de Bijbel zegt de dingen gewoon zoals ze zijn. Of Jefta of zijn vader dat nu leuk vindt of niet.
Jefta was de zoon van een prostituee. De vader van Jefta was getrouwd, maar hij was gegaan met een prostituee. En daar was Jefta uit geboren. En ja, ik denk dat dit meteen al een gigantische achterstand heeft opgeleverd voor Jefta. Hij was een bastaardzoon. Hij hoorde er eigenlijk niet bij in dat gezin. En er wordt niet verteld hoeveel kinderen er nog meer zijn, wel dat er meerdere broers zijn. En we zien dan ook dat als Jefta wat ouder is, dat hij het huis uit geschopt wordt. Zijn broers zeggen, wij hoeven jou hier niet meer. Ze zijn bang voor de erfenis. Ze zijn bang dat ze de erfenis straks met hem moeten verdelen. En ik zie ook nergens dat zijn vader of moeder er tegen ingaat. Nee, Jefta wordt het huis uitgezet. En hij moet het zelf maar uitzoeken. En dan zien we dat hij naar het land Top gaat. En dat daar mannen zich bij hem voegen. Lichtzinnige mannen, staat er. In de grondtekst, als we dat woordje nemen voor lichtzinnig, staat er eigenlijk leeghoofdige mannen. Ja, mannen zonder hersens zou je zeggen, zonder verstand. Nou, wat moet je daarmee? En ik denk dat het ook geen fijne bende is geweest daar zo. Jefta met al zijn problemen, met zijn afwijzing en dan al die mannen met geen verstand erbij. Dat zal niet al te veel goede dingen hebben opgeleverd. En ik weet ook niet of ze daar blij mee waren in dat land Top. Want Top betekent goede plaats of vruchtbaar land. Daar waren ze naartoe gegaan. En ik zie Jefta nu als een soort rovershoofdman die daar doorheen trekt. En ja, alles, ja, geen goede dingen doet. En ondertussen wordt het volk van Israël aangevallen door de Ammonieten. En dat gaat maar door, 18 jaar lang. De Ammonieten die stammen af van Ben Ami. En nou zult u zeggen, wie is Ben Ami? Nou, we lezen over Lot en zijn dochter. Lot verwekt bij zijn jongste dochter een zoon. En dat vindt u terug in Genesis 19, vers 38. En die zoon heet Ben Ami. En die Ben Ami is de stamvader van de Ammonieten. En Israël heeft eigenlijk alleen maar problemen gehad met de Ammonieten. Het was altijd oorlog. En haat en geweld tussen die twee. En zo was er nu dus ook oorlog. En de oudsten van Israël, die zijn ja, in wanhoop. En wat doen ze in hun wanhoop? Ze gaan naar Jefta toe. Wat een wonder is dat. Jefta wordt geroepen. Ze hebben gehoord over Jefta. Ze hebben gehoord over die mannen die bij Jefta zijn. En blijkbaar waren het wel goede strijders. En nu zien de oudsten van Israël dat ze Jefta nodig hebben. Dat Jefta hun zal gaan verlossen uit de macht van de Ammonieten. En ze gaan daar naartoe en ze vragen aan Jefta, wil jij onze hoofdman worden? En in eerste instantie weet Jefta niet zo goed wat hij ermee moet. En hij zegt dan ook, hoe kan dat nou? Jullie hebben me uit je plaats geschopt. Ik mocht daar niet meer zijn. En nu komen jullie bij mij terug. Nu hebben jullie mij nodig. En nu mag ik jullie hoofdman worden. En aan de andere kant zal Jefta ook gedacht hebben van wat geweldig is dit. Ik krijg daar een nieuwe kans. Ik word hersteld. De naam Jefta betekent hij opent of God opent. En hier zien we ook bij Jefta dat God nieuwe deuren voor hem opent. Deze man die afgewezen is door zijn familie. En ook door de hele stad waar hij uitkomt. Want niemand heeft het blijkbaar voor hem opgenomen. En deze man wordt nu in ere hersteld. Ze hebben hem nodig. En dan lezen we in Richteren 11, vers 8. Daarop zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta. Inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen. Ga met ons mee en strijd tegen de Ammonieten. Dan zult gij hoofd zijn over ons, over alle bewoners van Gilead. En dan later zegt Gilead, oké, ik doe het. De Heere horen onze afspraak. Dat wij inderdaad zo zullen doen als gij zegt. Of Jefta betrekt hier de Heer in het hele verhaal. We zagen in eerste instantie bij Gilead dat een engel des Heeren bij hem kwam en hem riep. En dat is hier niet het geval. Hier wordt Jefta geroepen door de mannen van het dorp. Maar hij zegt zelf, ik wil de Heer daarin betrekken. Want hij weet ook, als hij de Heer erin betrekt, dan zal de Heer hem de overwinning geven. En je moet het niet van mensen laten afhangen. Nee, je moet het van de Heer laten afhangen. En de Heer komt erbij. En dan staat er zo mooi in Richteren 11 vers 11.
Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heren te Mispa. Jefta zocht de Heer op. En Mispa betekent wachttoren, uitkijktoren. Eigenlijk gaat Jefta op zijn uitkijktoren staan om te kijken wat de Heer van hem vraagt. Om te kijken wat de bedoeling is van de Heer. En dat deed mij denken aan Habakkuk. We lezen in Habakkuk hoofdstuk 2 vers 1. Daar zegt Habakkuk: ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. En Habakkuk leefde in net zo'n tijd als Jefta nu, dat het volk in onvrede leefde, dat er onderling veel strijd was, dat de vijand eraan zat te komen. En Habakkuk zei: ik ga kijken wat de Heer hierover zegt. Ik ga het niet zelf doen, maar ik ga het aan de Heer vragen. En dat is wat Jefta nu ook doet. Jefta doet precies hetzelfde. Elke grote beslissing die wij in ons leven moeten nemen, is het zo belangrijk dat we de Heer daarbij betrekken. Dat we kijken: wat zegt de Heer hierover? Wat heeft de Heer ons te vertellen over deze situatie? Want als je met de woorden van de Heer gaat, dan weet je dat het goed zal zijn. Maar als je het in eigen kracht gaat doen, dan is het niet goed. We hebben God nodig. En er wacht een nieuwe toekomst voor Jefta. Van verbanneling, van verschoppeling, tot hoofd van het volk. Wat zal dat met hem gedaan hebben? En we lezen in Richteren 11, vers 12 tot 29. U moet dat zelf maar lezen. Dan probeert Jefta eerst om de Ammoniet op andere gedachten te brengen. En ik vind dat eigenlijk best knap. Als hij een roverhoofdman is, dan zou je verwachten dat hij meteen de strijd aangaat. Maar hij probeert eerst de koning van de Ammonieten om te praten. En te zorgen dat er geen gevechten geleverd hoeven te worden. Maar helaas gaat de koning van de Ammonieten hier niet op in. Die zegt gewoon: ik ga jullie je land inpikken. En ik heb niks met jullie God te maken. En kijk maar wat je ermee doet. En dat betekent dat Jefta de strijd aan moet gaan. En dan gaat hij die dorpen langs en de steden langs. Om allerlei mannen bij zich te zien te krijgen die met hem mee willen de strijd in. En ik zie hem gaan op zijn paard. Deze man, het hoofd opeens van zijn volk. En die langs steden en dorpen trekt om mensen te recruteren. En om ze mee te krijgen de strijd in. En dat gaat gebeuren. En dan staat er dat de geest des Heren over Jefta kwam. Dat is wat hij nodig had. De geest des Heren kwam over Jefta. En daar kreeg hij zijn kracht van en daar kreeg hij zijn sterkte van en daar kreeg hij zijn wijsheid van. En het verbaast ons dan ook niet dat we lezen dat Jefta de Ammonieten verslaat. Met huid en haar verslaat hij ze. En hij is de grote overwinnaar en de mensen zullen hem toegejuicht hebben en naar hem geroepen hebben. En hij is een held geworden van zijn volk. Maar we lezen iets heel bijzonders en ik heb daar een tijdje ook over nalopen denken. Hoe heeft Jefta dit kunnen doen? Laten we eerst lezen wat hij deed voordat hij ten strijde ging. Dat lezen we in Richteren 11, vers 30 en 31. Dan lezen we: voordat Jefta ten strijde ging, toen deed Jefta de Heere een gelofte en zeide: indien gij de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heere toebehoren. En ik zal het ten brandoffer brengen. Jefta doet een gelofte hier aan God. En ik heb me afgevraagd: waarom doet hij die gelofte? Het is nergens voor nodig. God vraagt hem niets. God wil hem in ere herstellen. God wil nieuwe deuren voor hem openen. God wil hem de overwinning geven. En blijkbaar heeft Jefta toch het idee: ik moet daar iets voor teruggeven aan God. Is het vanuit de afwijzing die hij altijd gehad heeft? Dat hij altijd verschopt is als bastaardzoon? Dat hij altijd het idee heeft gehad dat hij iets terug moet doen? Dat niets voor niets is? Dat hij als een dubbeltje geboren is en nooit een kwartje zou worden? Dat hij dat idee had en dat hij, als hij iets wilde bereiken, dat hij dan daar iets voor God moest doen? Het zou best zomaar kunnen. We zien dat misschien ook wel bij onszelf. Hè? Dat we zelf ook graag wat willen doen. Dat we niet zomaar iets aannemen.
Niets is voor niks, hebben we dan als idee. Maar bij God is het wel voor niets. Bij God is er genade en je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. En dan doet God het verder wel in je en door je heen. Maar blijkbaar miste Jefta dat idee. En wilde hij iets aan God geven. En ja, wat er dan gebeurt, is eigenlijk te verschrikkelijk voor woorden. We lezen dan dat Jefta de Ammonieten heeft verslagen en dat hij bij zijn huis terugkomt. Nou, hij heeft gezegd, het eerste wat mijn huis uitkomt, dat is voor de Heere en ik zal het ten brandoffer geven. Nou, als ik bij mijn huis terugkom, als ik op de fiets weer thuis kom of met de auto en ik kom de deur in, dan is het eerste, ja, meestal het eerste wat naar mij toe komt, is de hond. En die verwelkomt en die springt tegen je op. En ik zou er niet aan moeten denken dat ik de hond aan de Heere zou moeten offeren. Nou, gelukkig hoeft dat niet, want de Heere verlangt geen offers van dieren meer van ons. Jezus was het offer. Jezus heeft aan het kruis zijn leven gegeven voor ons en daarmee is alles bewerkt. Het is volbracht, zei Jezus. Wij hebben daar niets meer aan toe te voegen. Maar Jefta die had dus die belofte gedaan aan God. En wat komt er als eerste zijn huis uit? Zijn dochter. Die komt hem zingend en dansend tegemoet. En het was zijn enige dochter, staat er in de Bijbel. Wat verschrikkelijk. En Jefta beseft zich meteen wat er aan de hand is. Hij beseft meteen dat hij zijn dochter gaat kwijtraken. En dan denk ik, zat God op dit offer te wachten? Nou, helemaal niet. God zat daar niet op te wachten. Het was gewoon een eigen idee van Jefta om dit zo te doen. En je ziet hoe het afloopt. Het loopt op een verschrikkelijke manier af. En Jefta moest zijn dochter offeren. En Jefta heeft het er moeilijk mee. Maar ik vind het zo wonderlijk dat de dochter van Jefta dan zegt, vader, het maakt niet uit. Je hebt het beloofd aan God, dan moet je het ook doen. Maar laat mij nog even een tijdje de bergen intrekken met mijn vriendinnen. Om mijn, dat staat er dan, om mijn maagdelijkheid te bewenen. Ze zal nooit een kind krijgen. Ze zal nooit de vrouw van een man worden. Allemaal door die belofte die Jefta heeft gedaan. Ja, hoe zal ik het zeggen? Onenigheid over de uitleg van dit Bijbelvers. Er is een groep die zegt, Jefta heeft zijn dochter daadwerkelijk geofferd. Maar er is ook een groep die zegt, nee, hij heeft zijn dochter niet geofferd. Maar hij heeft zijn dochter aan de Heer afgestaan. Wat betekent dat zij naar de tempel is gegaan en in de tempeldienst heeft gedaan voor God. Je moet het zo zien, net als bijvoorbeeld de nonnen nu naar een klooster zouden gaan en hun hele leven in het klooster zouden zitten. Onenigheid is er gekomen door één woordje. Als we gelezen hebben die tekst, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt de Heere toebehoren en ik zal het ten brandoffer brengen. Nou, dat ene woordje en, als we daar de grondwoord naar kijken, dan zou je dat ook kunnen vertalen met of. Als we namelijk lezen in Leviticus 22 vers 23, daar staat precies hetzelfde woordje, het Hebreeuwse woordje. En dat is vertaald maar een rund of een schaap met de lange of korte leden. Dat mag je niet als vrijwillig offer toebereiden. Een rund of een schaap met te lange of korte poten. Dat is het woordje of en dat klopt ook. Want je kan niet zeggen een rund of een schaap met te lange en korte poten. Want ik heb nog nooit een beest gezien met lange en korte poten. Oké, een kangeroe, die heeft lange en korte poten. Maar die leefde nog niet in de tijd van Jefta, dus die mogen we even buitensluiten. En ja, dat was niet de beesten die God bedoelde. Dus dat woordje of zou ook kunnen. En dan wordt het opeens heel anders. Dan staat er opeens, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, de Heere toebehoren, of ik zal het ten brandoffer brengen. En dan zou je dus kunnen zeggen van oké, de dochter van Jefta behoort nu de Heere toe en zij dient in de tempel. Nou, ik denk niet dat we daar uitkomen, vandaag ook niet. Het zou allebei kunnen, alhoewel de tweede optie ja, mij wel wat fijner lijkt. Hè? Dat ze nog gewoon in leven is. Maar we weten het dus niet. Maar Jefta's verdriet is er niet minder om, want of er nu het een gebeurt of het ander gebeurt,
hij is zijn dochter kwijt. Ook als zij in de tempeldienst gaat doen. Zij zal niet meer naar huis komen, hij zal haar niet meer zien. En hij is zijn dochter kwijt. En dat heeft hem veel verdriet gedaan. En hier voelt Jefta iets van het verdriet dat God ook gehad heeft toen hij zijn zoon moest offeren. Toen hij zijn zoon kwijtraakte. Toen hij zijn gezicht van zijn zoon, Jezus Christus, moest afwenden. Omdat Jezus aan het kruis moest gaan voor ons. Die donkere periode, dat werd een aantal uren, werd het helemaal donker op aarde. Terwijl het klaarlichte dag was. God trok zich terug. En wat verschrikkelijk, hoe verschrikkelijk moet God zich toen gevoeld hebben. En Jefta voelt hier iets van wat God toen gevoeld moest hebben. En ik denk ook dat het impact heeft gehad op het leven van Jefta. Want als we het verhaal van Jefta verder lezen, dan is het allemaal niet zo rooskleurig. Er komt al gauw een burgeroorlog waarbij vele duizenden mensen het leven laten. En Jefta is dan wel leider van het volk, maar er staat dat hij maar 6 jaar richter is geweest. Ik geloof dat God veel meer van plan was met Jefta. Maar door deze onbezonnen daad, door een gelofte te doen die zijn hele leven op zijn kop zette, die het geluk bij hem weggenomen heeft, kon hij niet meer pakken wat God voor hem had. En laat het een les voor ons zijn, dat we geen onbezonnen geloftes doen, maar dat we ook niet altijd maar denken dat we van alles terug moeten doen voor God. Want God houdt van ons en we mogen gerust offeren. Maar dat zijn liefdeoffers die we voor de Heer geven. Dat zijn dankoffers die we voor de Heer geven in onze gebeden, in onze liederen. En daar is God blij mee. Maar we moeten uitkijken wat we beloven aan God. En ik geloof nogmaals dat God een herstelplan had voor Jefta. Voor deze man die zo afgewezen was. En er zijn velen van ons ook afgewezen in het leven. Maar God wil je weer herstellen. God heeft een nieuw plan voor je. Ik moest denken aan Jozef. Jozef die ook door zijn broers eigenlijk van zijn vader gescheiden werd. Die verkocht werd, die in de put gegooid werd. Die verkocht werd aan een karavaan die naar Egypte trok. En die in Egypte aan het hoofd kwam. Jozef die ook hersteld werd. En zo wil God een ieder herstellen. Er zijn meer voorbeelden in de Bijbel van mensen die hersteld worden, die een verschrikkelijke jeugd of een verschrikkelijke belevenis hebben meegemaakt, maar God herstelt ze weer. En zo wil God ons ook herstellen. Jefta, God opent. God opent ook voor ons nieuwe deuren. En als je zelf denkt, het kan niet meer, het is onmogelijk, dan weten we dat God zijn geest over ons heen kan gooien, kan doen. En dat wij vol zullen zijn met de geest van God. En dat we dingen zullen doen die we zelf niet voor mogelijk gehouden zouden hebben. Ik denk dat Jefta nooit had verwacht dat hij die Ammonieten zou verslaan. Dat hij hoofd van zijn volk weer zou worden. Maar het gebeurde allemaal. God is een God die vernieuwing geeft. God is een God die nieuw leven geeft. En wij hoeven alleen maar tot hem te roepen. Als je in de moeilijkheden zit, je hoeft alleen maar tot hem te roepen. Je afgoden uit je leven wegdoen. En dan mag je weten dat God zal komen met zijn kracht. En je nieuwe dingen zal laten zien. Het staat er zo mooi in de Bijbel. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Nou, dat is een tekst die zeker op Jefta slaat. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.